Dag Mandy, je bent vanavond hier aanwezig bij de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty en je bent ook finaliste. Hoe komt het dat je er mee aan gedaan? Ze hebben mij gecontacteerd op de Estetica-beurs. En het was voor mij een grote kans om mee te doen, dus heb ik mij ingeschreven en nu sta ik hier. Wie is Mandy eigenlijk? Stel je dat even voor. Mijn karakter of persoonlijk? Mandy is een meisje dat vroeger gepest is geweest, veel achteruitgestoten is geweest en die nu toch wel zelfvertrouwen wilt krijgen. Hoe kwam het dat ze jou pesten? Ik heb eigenlijk nog nooit iets verkeerd gedaan op school. Vroegen ze dan van, Mandy, ga je dit mee doen, Mandy, ga je dat mee doen. Ik zei altijd nee en altijd leren, achter de boeken. Dus, ja. Je was een heel goede student en om te compenseren. Ja. Ik vind het wel heel dapper dat je er nu vooruit komt. Ja. Ja. Dat is al moeilijk op zijn eigen. Dat is waar. Wat hoop je nu te bereiken om met die misverkiezing mee te doen? Gewoon meer zelfvertrouwen, meer mensen leren kennen, ook van buiten de provincie Antwerpen eigenlijk. Dus ja. En voor wat studeer je juist? Voor schoonheidsspecialisten. Ja. En zoek je ook schoonheidsspecialisten te worden later? Ja. Eerst in bijberoep misschien en daarna echt wel mijn hoofdberoep van maken. Wat trek je daarin zo aan, in dat beroep? Gewoon met mensen communiceren, contacten leggen. Ook een luisterend oor zijn voor de mensen. Heb je buiten je school en dergelijke nog tijd voor hobby's? Ik rijd paard. Vroeger altijd gedanst, maar dat doe ik eigenlijk niet meer. Ik heb vroeger ook altijd in de KSC gezeten, een jeugdbeweging. Voor de rest niks eigenlijk. Het is al druk genoeg, hè? Wat vinden je ouders en zo ervan dat je meedoet? Ze zijn heel trots op een kleine meisje. En zo'n klein meisje zijn die je toch niet, hè? Nee, maar wel het kleinste van allemaal. Is dat? Ja. Ik heb twee oudere broers. Oh, ja. Van 23 en van 21, dus ja, ik ben het kleine meisje. Ja. Nou, je zit wel een tofje, hè? Ja. Ik wens je in ieder geval heel veel succes na de aanloop van die finale. Wat vond je nog van de meisjes trouwens? Oh, toffe meisjes, echt waar. Al beter leren kennen, gepraat, nummers uitgewisseld, dus het komt helemaal goed. Had je nu verwacht dat er zoiets bestond? Nee, eigenlijk echt niet. Okay. Je gaat spannende tijden tegemoet halen. Inderdaad, en plezante. Heel tof. Ik wens je nog een heel succesvol verloop naar de finale toe. Dankjewel.